Hallo en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video van Magic Arise. Ja, jullie hebben misschien gemerkt dat de vorige video niet echt de beste kwaliteit had. Dit is omdat ik alles opgelopen heb vanuit het ziekenhuis. Zoals jullie zien dat ik er nog... Ik ben er nog altijd. En het internet is hier zo slecht dat het heel slecht ging om alles op te laden. Daarom is de eerste video eigenlijk niet goed, maar de volgende video die jullie nu gaan krijgen, ga ik pas thuis uploaden. Dus die gaat normaal gezien wel goed van kwaliteit zijn. Ik wens jullie heel veel kijkplezier en sorry dat de vorige niet zo goed was, maar vergeef het me alsjeblieft. Veel kijkplezier. Hele goede morgen. Hier zijn we dan weer in Disneyland Parijs. Voor onze tweede dag tijdens het Lion King en Jungle Festival. Ja, ik ben voorlopig even alleen op stap, want ja, er moeten nog tickets gehaald worden en zo. En Kimberly en Steven komen zo dadelijk pas naar het park. Dus ja, zit ik hier gewoon even wat rond te hangen op Main Street USA. En het eerste wat ik ga doen is kijken of ik ergens een castmember kan vinden die mij kan vertellen of mijn geliefde Belle en Gaston gaan uitkomen vandaag. Let's hope for that. Tijdens de zomermaanden kan je hier ook extra castmembers vinden, net zoals vorig jaar, die je graag wat extra informatie geven, betrekkende alles wat er te gebeuren is in het park en weet ik veel wat die allemaal doen, maar ze waren er vorige zomer en nu ook. Volgens de castmember was er een relatief grote kans dat Belle of Gaston vandaag ging uitkomen rond 12 uur in Fansland, dus we zullen zien. En ik moet zo dadelijk eens even kijken naar mijn gsm, want ik heb geen klok bij, mijn klok is gesneuveld, mijn horloge, excuseer. Want om 11 uur, ah kijk, zie, binnen een half uur, ik weet niet of je het ziet, binnen een half uurtje begint de Jungle Book Jive. Dat is een kei leuke show, dus die wil ik nog eens zien. Ja, en inmiddels zit ik hier dan alweer klaar voor de Jungle Book Jive. Echt geweldig showke. Eigenlijk alle shows nu zijn eigenlijk geweldig, vind ik. Ik ben gek op Jungle Book Jive, op de Lion King Show en op de Timon's Mada Dance. Ja, een beetje Guardians of the Galaxy. Ja, ik vind het geweldig. Goed seizoen, echt goed seizoen. En inmiddels staan we hier klaar bij Moana. Ja, je ziet het niet, ik zit tegen zo'n muurtje. Maar ze zal zo dadelijk komen, hopelijk. Want ja, gisteren was ze bij Maui, dus ze was er niet. En we zijn ook nog op Kimberly en Steven aan het wachten. Dus ja, het is wachten. En ondertussen zijn Kimberly, Steven en Jordi en Manon ook hier. Was ik vergeten te zeggen dat die ook hier waren. Stom van mij. We zijn allemaal te wachten op Moana. Zo, we hebben onze afspraak bij Moana geregeld. Om 12:50 mogen we bij haar gaan meeten. Dus hebben we nu nog even tijd om even te kijken of Belle is. En Gaston. Zij zegt, ik heb niks met Bo Peep, maar als je de film ziet... We zijn over Toy Story bezig. Kijk, goede film. Zeker in kijken. We kijken ook even onze Toy Story vlog. Jammer dat Buzz Lightyear en Woody toen niet in de bioscoop waren, zoals ze ons beloofd hadden. Maar het was een leuke film. En daar gaat het toch om. Maar goed, daar gaan we het meer over hebben. Peter Pan ook hebben? Ah ja, Peter Pan. Peter Pan, goed idee Steven, goed idee. Peter Pan.
ja, bij Peter Pan was geen keispaanbrossel te bespeuren. Dus ja, gaan we maar meteen op ons bellen-expeditie. En Alice en Matt Hedder zijn net buiten gekomen. Dus ja, het is gezellig hier in Fantasyland. Hopelijk staat Bel ongeveer daar. Ik heb Bel al gezien, ze is er, ze is er! Ze is er gewoon! Keileuk! Echt kei leuk! Je hebt al wel een basis. Bel! Ja, je weet het wel, ze is er weer! Zo leuk! Kei leuk! You're my favorite princess, so... It's, yeah. Oh, it's such an honor. I see you've got me and the Beast, and you've got Gaston as well. Are you a fan of him too? Well, luckily he didn't come here today. Maybe unfortunately for you, for me. He's not too bad. Well, you don't have to live in the village with him. No, that's true. He still doesn't understand that I'm with the Beast, and he tries to ask me to marry him. Every single day. That's stupid for him. I know. Sometimes he follows me here. So when he does that, I like to go into the labyrinth because he's not very smart. So he gets stuck in there for a while. Poor Gaston. Well, it's not poor Gaston. If you ever hear screaming from the labyrinth, it's probably him. You can go and save him if you like. Just don't tell him where I am. No, I will just stay. Okay, thank you. Would you like to get a photo with him? Yes, please. Of course. Ja, we zijn nu even op karaktermissie en daar is Sneeuwwitje. Hallo! En Dol staat hier ook. En we hopen zo dadelijk nog naar Peter Pan of Alvin te gaan. Dus kijk. There he is, the number one deck. Yeah, I love you too. I have a big fan of you. With me. Yes, yes, yes. Oh! That was a good one. Zo, we hebben net onze meet and greet bij Dolle Duck gehad. Dat was keileuk. En nu gaan we weer al richting Moana. Moana, make way. Zo, en hier zijn we dan bij Moana. Klaar voor haar te meeten, hier staat ze. Kei leuk. Dat is echt een leuk. Het is lang geleden dat we haar gemiet hebben. Nee, het is niet lang geleden. Het was lang geleden dat er een officieel meet was. Want ze was ook nog daarachter aan Indiana Jones. Maar dat is... He's a spurt level. Who is cute, but he's like me, I'm also a little bit stupid. You don't eat rocks, right? Sometimes. Hi, ik ben hier dus bij Moana, zoals jullie zien. En ik hoor, ja, dit moet ik even kwijt. Steven en mijn papa zijn weirdos. Ze zijn leuke weirdos, dat wel, maar ze zijn weirdos. Ze hebben een heel gehele eigen fanfictie. Zoals Kimberly en ik vroeger. Ja, die was leuk. Die was heel leuk. Maar papa en Steven beweren dus dat Tarzan ook in de Lion King show zit. En eigenlijk Scar vermoordt. Huh? Ja. Hè? Huh? Ja, het is vreemd. Nee, ik snap het niet. Nee, ik ook niet. Misschien is dat iets voor een volgend seizoen. Dus. Maar wacht even. Wat? Er zit een ding in.
Wat? Ja, wel. Dus die show is dus in het Frontierland Theater. Dat was vroeger... Forrest? Nee, ja, het was Forrest of Jabin. Ja, dat zat daar. Dat zat daar. Ja. Maar dat was ook de Frozen Show. Ja. En dat zijn Anne en Elsa. En deze Anne en Elsa zijn de zusters van Tarzan. Ik zie allemaal dingen. Ik zie allemaal dingen. Conspiracy. No. Ja, de Jungle Book. Wat zeg ik, de Jungle Book? Is de Lion King, ik weet. Pride Land dingen, weet ik veel. Ze moeten dat gewoon Lion King Show noemen. Die Lion King Show die was al vol voor nu. Dus ja, gaan we hier even in de buurt van de Cowboy Cookout Barbecue zitten. Even snacken. Hebben we gezien dat Mary daar ook is. Gaan we zelf even... barbecue doen. Ja, we gaan zelf barbecue. En ik ben het vettig vlees. Ja, Merida is ook bezet, maar we mogen haar parasol gebruiken. Ja. Dus dat is kei fijn. En we hebben een meet met Moana. Moana, make way. Kijk, ik word gestalkt door Moana. Moana slaapt op mijn nek. Oh, maar ik bedenk me net iets kei leuk. Wacht. Pak jij die camera's. Kijk, hè. Overigens gezien dat ik mijn bed met oortjes heb ingewisseld voor deze Lion King bed. Ja, ik maak hier een beetje reclame voor de Lion King musical in Scheveningen die nog tot 21 juli te zien is. Ik zeg het maar even. En een keigoede show is. Dus ik maak hier even reclame voor. En het past natuurlijk ook wel in het thema. En inmiddels staan we hier weer klaar voor de Jungle Book Jive. Dat is echt de eerste show die ik bij naam ken, hè. Ben je niet sneller? Want de rest verander ik allemaal gewoon van naam. De Jungle Book Jive zit gewoon in mijn hoofd. Keileuke show. Heel kleurrijk, heel plezant met die Bollywood dansmuziek. Ja, dat is wel. Ik heb eigenlijk wel goed om mee te doen met die show. En Kimberly doet dan Trust in Me en ik weet niet wie ik hier in beeld heb, Steven, weet ik veel. Het is Steven. Zeg. Ja, ik zie mijn camera weg. Zie, Steven is al klaar voor de Bata Dance. Steven gaat gewoon uitgekozen worden vandaag. Ja, ik ga meedansen. Denk het niet. Ik ben er heel krachtig in, hè. Toen ik de vorige keer bij Jor was, toen zei ik van, oh. Michel die gaat zelfs mee moeten dansen. En 5 minuten na stond Michel op dat podium. Dus ik ben er zeer krachtig in. En maintenant, place à l'aventure. Rejoignez notre expédition en suivant le rythme de la jungle. And now it's time for adventure. Join us on our journey to the rhythm of the Jungle Book Jive. Wat een adventure gaan. Aan je horizon is Suline Sabarbar, jiska naam is The Jungle Book Jive. En avant, les amis, l'aventure nous attend.
Zo, dat was weer de Jungle Book Jive. En nu gaan we op weg naar het Franchelaan Theater. Niet het Chaparral Theater, maar het Franchelaan Theater. Voor de Lion King Show. Ben benieuwd wat we vandaag weer van prachtigheid gaan zien. Maar het kan niet anders dan mooi worden, want het is een top show. Show is toch echt niet normaal, hè? Het is echt zo goed. Mensen blijven gewoon applaudisseren, hè? Het stopt gewoon niet, hè? Het stopt gewoon niet. De mensen blijven gaan. Zo goed is het show. Iedereen houdt van deze show. Het zou me niet verbazen als deze show
nog de naam kreeg van beste parkshow. Echt waar, het is echt goed. Heel goed. En nu is het klaar voor ons volgende avontuur. Ik denk dat we ofwel gaan eten, ofwel gaan meedoen bij de Timo's Matta Dance. We zullen zien. Ja, Kimberly die had dus de show niet gehaald, helaas. Maar ja, ze heeft dan wel natuurlijk een meet gehad bij Moana, hoop ik. Ja. En ze heeft voor ons een plaatsje vrijgehouden bij de parade. Dus we gaan nog heel snel de parade meenemen. Die momenteel al bezig is, zoals jullie horen. Lost in the Magic. Ga je van niet meer rijden te zien. Wij zijn gelukkig niet verloren in de magie. Want dat zou niet zo goed zijn, natuurlijk. En ik denk dat we dan daarna gaan eten en dan eens terug... Lion King! Wel, ja, we gaan net met de Lion King uitkomen. Zo, we zijn net lekker gaan eten bij Annette's Diner. Ik heb daar zo'n 50-50 ontdekt, dat is met kip en met hamburger natuurlijk. Dat is kei lekker, dat is echt kei lekker. Ik hou van kip. En nu zitten we hier in het Adventureland klaar. Zie, voor de allerlaatste Timon's Matta Dance van de dag. En ik hoop dat er een fotootje lukt. Ja, dan moet ik misschien wel waarschijnlijk meedansen. Ja. Dat kan ik wel. Ja, de Matta Dance is al voorbij. Nog voordat het goed begon was ze voorbij. Zazu kwam namelijk op en Zazu zijn poot viel af. De wegpoot viel hier voor de kinderen neer. Kegel, drama, horror in Disneyland Parijs. Helaas hebben we geen foto van de afgekapte poot. Die is vervolgens daar achter neergegooid door een castmember. Dat was echt zeer dramatisch. Ik had toen meteen zoiets van, goh, waarom doen ze niet meteen een show stoppen? Want dit is niet goed, dit is niet goed hoe het moet. En ja, twee minuten daarna werd dan besloten om een show stop te doen. Het is heel jammer. Ik heb net nog geprobeerd een selfie te nemen met Zazu. Met de man naast Zazu. Maar hij ging gewoon door. Die man was natuurlijk kei depressed. Ja, heel jammer. Heel jammer. Goed, we gaan op naar ons volgende avontuur. Geen idee wat dat gaat zijn. Er is niet meer zo gek veel te doen in het park nu. Dus ja, we zullen zien. Sowieso gaan we vandaag nog naar Illuminations. Ja, we hebben besloten om nog eens in de Phantom Manor te gaan. Even een goede dag te zeggen tegen de Foolish Mortals. Dat is altijd leuk daar, hè. En daar is Big Thunder Mountain. Zalig, love it. Ja, we zijn dus niet in de Phantom Manor gegaan. Ja. Daar is van alles misgelopen. Ik ga niet over uitweiden wat er gebeurd is. Ik heb daar geen zin meer in. Maar het was niet leuk. We zijn dan maar in de Big Thunder Mountain geweest en nu moeten we hier even wachten. En dan gaan we normaal gezien nog naar Illuminations. Want ja, die moeten we nog eens zien voordat die verdwijnt, hè. Hopelijk snel. Ik weet niet of die verdwijnt, maar ik hoop het wel, want ja, Dreams is beter, maar niet. En wij moeten weer wachten, even. Zo, en net op tijd zitten wij klaar aan het kasteel voor Illuminations. En echt waar, normaal gezien ga ik daar ergens zitten. En dan heb ik zo niet echt het perfecte zicht, maar nu zit ik niet echt waar ik hoor te zitten. Kijk, hier zit ik, maar kijk eens wat een zicht.
beste zicht ever. Wauw. Imaginal and now Disney Illuminations. Pour chacun de nous sommeille un esprit rêveur, une âme d'enfant qui ne demande qu'à s'amuser et à changer le monde en un lieu magique où les rêves deviennent réalité. Voici votre invitation pour un voyage au-delà du rêve. Within each of us is a dreamer just waiting to be awakened. We all have the magic to unlock this inner child. But sometimes that inner child needs an invitation to come out and play. This is your invitation to dream. Dat was Illuminations weer. Kijk, ik heb me ondergestopt. If you can dream. If you can dream, ja. Ik wou dat dreams was. Ik had ook deze in mijn oren gestoken. Met dat vuurwerk, dat maakt veel lawaai, hè. Daar kijk ik niet zo goed tegen, hè. Prachtige show, prachtige show. Allee, het is niet zo goed als dreams, natuurlijk. Maar van op deze plek vond ik het beter als anders. Oh. Ik heb wel wat last van mijn ogen. En nee, dat is niet om te verbergen dat ik jank, maar dat is echt omdat ik bijna mijn oog had. Maar Illuminations betekent helaas ook het einde van deze dag. Van deze Disneyland Parijsdag. En van deze vlog natuurlijk ook. Dus ik wil jullie heel erg bedanken om te kijken. Als jullie het leuk vonden, geef een duimpje omhoog. Vergeet niet te liken. Deze is prachtig. Dit moest ik wel van. Okay.
Vergeet niet te liken, vergeet niet je te abonneren op ons kanaal. Binnenkort komen nog veel meer leuke video's. En ook op ons kanaal. Ja, ik wou het net zeggen, Magical Bucket List, daar komen ook leuke vlogs op. Liken, abonneren. Ja. Zeker, en kijken, ook belangrijk. Ja, liefst wel. Ook kijken. En dan zorgen dat de magie bij jullie in huis komt. Hartelijk bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Dag.